jongens, vandaag voor de derde week achter elkaar een doelpunt van... Zeg het maar. Aha! Jazeker, jongens. Ooit worden jullie nog wel verstandig. We gaan even kijken. Nee, mooi shirt, hè? Weet je? Dit is echt het mooiste shirt dat er bestaat. Echt waar. Komt de lange bal, Salcido. Maza staat net in het veld. Eerste balcontact, kop door. Op de knie aannemen, uit te draaien in de korte hoek. Ik denk voor Amsterdammers lastig wordt om dit doelpunt na te spelen. Maar we gaan het proberen. Kom, we gaan naar buiten. Come on, what you waiting for? Situate yourself on the dance floor. Think it's hard, first move. Let yourself go on the funky groove. So who you are. Ja, waarom niet? Hij zit toch? Romario punten daar altijd. Kijken wie de mooiste lange bal kan geven. Daar staan, om zijn beurt, die bal in mijn voeten pasen. Achteruit. Ja, is niet onaardig. Kijk, die was goed. Daar kunnen we niks mee. Afgekeurd. Volgende. Nee. Oké, jij geeft de lange bal. Die andere twee hier komen. Hey, wie is hier de baas? Jij, Wick. Op je knie. Opvangen en in de korte hoek schieten. Komt die, dus de bal komt zo. Ja, volgende, jij proberen. Ja, dat is helemaal niet onaardig. Dat gaan we proberen. Jij bent Koevermans, gefeliciteerd. De trainer hier, Fredje, die is Jujak. Daar lijkt je ook op. Dus, de bal is daar, die gaat naar jou. Jij geeft hem lang op hem, jij kopt hem door. Je neemt hem aan, op je knie. En één keer uit te draaien. Ja, laat hem gewoon rollen. Hop, zijn we er klaar voor? Komt ie, hè? Kom door. Op de knie. Ja! Dat was hem, jongens. Echt keurig naast het paaltje. Nee, mannen hebben toch, het is gelukt nu toch? We hebben hem toch? Volgende week weer een andere PSV-goal in deze aflevering. Dat kan niet missen. We moeten tegen Groningen uit. Ik denk een nulletje of vier.